Weegschaaltjes, jullie reading voor mei 2023. Ja, pak ik. Algemene reading. Voel zelf of iets resoneert, of je ergens iets mee kunt. En zo niet, dan laat je het lekker voor wat het is. Wat mag er gezegd worden voor de weegschaal voor mei 2023? Mei 2023. Eén kaartje, alsjeblieft. Weegschaal. Oh, dat zijn twee, maar dat is oké. Die gaan we gebruiken. En dan nog uit het engelendek. Nog een kaartje voor deze reading. Dat zijn de twee, de weegschaaltjes. Die willen graag balans. Even kijken. Oké, wat er voor jou uitkomt is onthechting. Levenspad. Geloof erin, het is onderweg. En dan heb je nog twee engelenkaarten. En dat is de 8 van vuur en de koningin van water. Die ga ik zo meteen voorlezen wat die kaart inhoudt. Wat die kaarten inhouden. Oké. Lieve weegschaal. Onthechting en levenspad komen eruit. Zoals je ziet op deze kaart, een boek, jouw levenspad, jouw doel hier op aarde. Of je erin gelooft of niet, dat maakt op zich niet zoveel uit, maar je hebt gekozen voor een bepaalde reis die jij op aarde wilde maken. Jouw zielenreis, dus dat heeft met jouw ziel te maken. Onthechting heeft te maken met het ego en dat zijn alle dingen... Waar jij gehecht aan bent op een bepaalde manier. Maar meer in de zin van... Dit zijn de dingen die jou afhankelijk maken. Die jou een rotgevoel geven. Een schuldgevoel geven. Afhankelijkheid gevoel geven. Wat ik hiermee wil zeggen is dat jij op een punt bent gekomen in jouw leven. Dat het nu de bedoeling voor jou is dat jij een stapje verder gaat. Dat jij... Gaat geloven dat datgene wat jij wenst er voor jou ligt. Dat het onderweg is. Dat zegt de andere kaart. Maar vooral dat jij daar niet iets kwijt mee raakt. Hoe jij dat op dit moment nog... Waar jij bang voor bent. Jij bent heel bang dat je iets, dat je iets kwijtraakt. Of dat, er iets, dat je iets los moet laten. Maar dat loslaten, dat gevoel wat jij hebt, dat is omdat jij aan het groeien bent in bewustzijn. Omdat jij je ego aan het overstijgen bent, bij wijze van. En wat er gebeurt als je dat doet, is dat je echt op het pad komt waarvoor je bedoeld bent. De lichte kant van jouw reis hier op aarde. Ik wil het niet te zweverig of spiritueel of wat dan ook maken. Maar voor jou geldt dit, op dit moment is het heel belangrijk voor jou dat jij beseft... Dat de angsten die je hebt, die zijn super logisch. Want als jij zo'n shift maakt, dan kun je heel... Ja, dan is het logisch dat je verward bent, dat je verdrietig bent. Omdat het lijkt alsof je iets aan het loslaten bent. Maar wat je aan het loslaten bent, is jouw ego-kant, de illusie. De zware kant van het leven. En dat ga je voelen steeds meer, 100%. Als jij op jouw pad blijft. Dus als je de dingen blijft doen die goed voelen voor jou... Het is echt de bedoeling dat jij buiten alles wat jij doet voor anderen of wat jij moet doen van jezelf,
Dat jij meer op die lichte kant van jou gaat zitten van, maar wat zou ik willen doen als alles mogelijk was? Waar zou ik dan voor kiezen? En daar moet je steeds gerichter naartoe werken, want dat is waarvoor je hier bent. En jij voelt ergens dat er veranderingen op komst zijn of dat je klaar bent voor een stap. Alleen je ziet nog niet de mogelijkheden, omdat je de beperkingen ziet om je heen. En dat is de onthechting, dat jij steeds meer los mag gaan laten dat bepaalde dingen niet voor jou zijn weggelegd. Alles is voor jou weggelegd. En je wordt daardoor geen minder goede moeder, of een minder goed mens, of minder goed voor anderen. Nee, juist niet. Als jij jouw pad volgt, dan komt jouw grootste potentie naar boven. Dan straal je jouw grootste licht uit. En dat is ook heel fijn voor de mensen om je heen, waar jij van houdt. Dus wat het ook is waar jij mee struggelt om los te laten, besef sowieso dat je niks kwijtraakt, maar dat jij heel veel terug gaat krijgen op een andere manier. Dat is een ander level, dat is een andere manier van denken. Dat is niet eens denken, dat is meer een gevoel. Maar dan maak je een sprong in bewustzijn en dan ga je dat ervaren. Ik kan dat niet uitleggen, dat is niet iets wat je kunt uitleggen met ons brein. Dat is iets wat je moet ervaren. Ik wil je alleen maar zeggen, vertrouw op het proces. Wat het ook is, wat jou bang maakt, of verdrietig maakt, of machteloos gevoel geeft, wil ik jou zeggen, via deze reading, dat het precies het juiste is wat er momenteel gebeurt. Exact wat er moet gebeuren, gebeurt er nu. Ook al heb jij nog een gevoel dat je het allemaal nog niet zo goed begrijpt, dit is voor een hoger doel. En hier komt geluk uit, uiteindelijk, voor jou. Dus vertrouw hierop. Hoe moeilijk het ook is om die controle los te laten, probeer het los te laten. Probeer jezelf gerust te stellen. Want dat is de boodschap voor jou. Je zit juist in een hele mooie fase van jouw leven. Die gaat shiften. Naar een totaal andere manier van leven dan dat je tot nu toe gewend bent. Tot nu toe was je heel erg gewend de dingen te doen op een manier van hoe het hoort, wat juist is. Vooral een ego-manier, een geconditioneerde manier. Niet vanuit pure vrijheid. Dat als je alles kon kiezen, wat je dan zou doen. Daar ga je nu naartoe. Dus hou vol. Geloof hierin, vertrouw hierop. En ik zal voor jou even deze kaarten nog even voorlezen. 8 van vuur. Even kijken. Vuur. Hier. 8 van vuur. Houd je goed vast, want de dingen komen nu in een hogere versnelling. Er zijn geen vertragingen meer en je plannen kunnen snel en energiek tot uitvoering worden gebracht. Het kan zijn dat je je overrompeld voelt als dingen ineens zo waanzinnig snel gaan. Het is stimulerend en een beetje overweldigend, maar het voelt heel goed dat je dromen waarheid worden. Plotseling gebeurt er van alles tegelijk. Blijf met 2 benen op de grond staan. Je boodschap wordt op dit moment goed ontvangen. Blijf in de spotlight. Verdere betekenis van deze kaart: de nodige informatie krijgen, inspiratie, plotselinge reizen, onverwacht veel succes. Lieve weegschaal. Dus die onthechting is dat je waarschijnlijk een beetje verward bent op het moment, omdat er zoveel dingen gebeuren. Maar vertrouw op het proces, zoals ik zei. Dit gebeurt voor een hoger doel. En je hebt ook nog de koningin van water. Dit was trouwens 8 van vuur voor jou. Er gebeurt veel tegelijk. En koningin van water. Even kijken wat we daarover nog mogen zeggen. Gevoelige zaken. Ook als er dingen niet volmaakt zijn, is er een gevoel van vrede en kalmte. Je weet intuïtief wat je moet doen. Je kunt je gevoel voor en je inzichten over anderen vertrouwen.
En terwijl je andere mensen helpt of verzorgt, vergeet niet ook goed voor jezelf te zorgen. Iemand met diepe maar volwassen gevoelens die in staat is aan te voelen wat anderen nodig hebben en die liefdevol in die behoefte voorziet. Een intuïtief of paranormaal begaafd iemand die zijn of haar waarnemingen vertrouwt en die daarvan gebruik maakt om met succes door de fysieke wereld te navigeren. Gevoelig van hart, empathisch en geduldig. Dit gaat over jou. Dus dit is de boodschap voor jou. Alles wat je aan het doen bent, het klopt allemaal wat jij ook wenst diep van binnen. Het is de bedoeling dat je dat gaat doen. En ook al kun je dat nog niet zien in jouw werkelijkheid, of heb je nog geen idee hoe zich dat dan moet ontpoppen, geduld. Blijf je focussen op de dingen die je wenst en heb vertrouwen. Want je gaat de bevestiging daarvan krijgen. Ga uit je hoofd, lieve weesgaland. Je probeert alles dan ook te begrijpen, maar sommige dingen kunnen we niet begrijpen met ons brein. En kunnen we ons alleen maar door laten meevoeren met de stroom, want dan komen de mooiste dingen. En je verdient het ook. Dus laat het allemaal wat meer los en vertrouw op je intuïtie, op je gevoel. Die vertelt jou exact wat je wilt. En schuldgevoelens of ik moet dit of dat nog doen, dat ga je steeds meer achterwege laten. Ga jezelf op nummer 1 zetten. Want hoe meer jij voor jezelf doet, hoe beter jij zelf in je vel zit, hoe nog meer, want je bent al een mega liefdevol mens die heel veel voor anderen zorgt en voor anderen bent. Dat is ook een grote kwaliteit van je. Maar onthoud dat je nog meer kunt betekenen op een groter, hoger level als jij ook eerst de dingen zelf realiseert voor jou. Waar jij blij van wordt. Wat jij wenst. En het is onderweg. Dus het enige wat je moet hebben is geduld en vertrouwen. Oké? Hele dikke kus en tot de volgende keer.